zindelijkheidstraining. Wat moeten we daar nu voor gebruiken? Een luier of een broekje? Ja, in een broekje voel je je wel een grote vent. Maar als het misgaat, voel je weer een baby. Met luiers kan het niet misgaan. Maar je wilt er nu wel zo snel mogelijk vanaf zijn. Nu de oplossing van Pampers. Nieuwe Pampers trainers. Een onvoorstelbaar idee voor zindelijkheidstraining. Ze hebben voldoende absorptievermogen en helpen ongelukjes voorkomen. Maar ze zitten en ze staan als een echte broek. En je kunt ze zelfs aandoen, uitdoen en weer aandoen. Een echte broek, man. Nieuwe Pampers trainers voor jongens en meisjes. Zo leuk kan zindelijkheidstraining nu zijn. Wat ben je toch een slim broekie. De Rabobank maakt elektronisch bankieren wel heel aantrekkelijk voor ondernemers. Door de koppeling met onze rekening Coulant betaalt u geen omzetprovisie, maar een lager bedrag per transactie. En omdat we de valideringsdagen hebben afgeschaft, profiteert u direct van een hogere rente. Zo aangenaam is elektronisch bankieren alleen bij de Rabobank. Even puzzelen. En wie een beetje handig is, betaalt niet te veel. Die vindt in de wirwar van wasmiddelen vanzelf Sunil. Duurder hoeft niet. Even voorstellen, de auto van het jaar 1993. Thuis in de stad, thuis op de snelweg. De nieuwe Nissan Micra, auto van het jaar 1993. Kans, Theo, vraag het haar. Hebt u een quarter pounder menu voor 7,95? Voor 7,95 kan je mijn rug op. Oh, mooie rug. Maar ik heb liever een compleet quarter pounder menu, inclusief gratis glimlach. Waarom zegt u trouwens geen meneer tegen mij? Meneer? Gaat u dan maar naar McDonald's? Dat doen we. Hewlett-Packard DeskJet printerfamilie. Nu kan iedereen zich van zijn beste kant laten zien. Wordt het een minklus? Of gaat u naar plusklus? Nu speciaal voor alle vaders de Vaderdag-CD On The Road Again. Voor maar één tientje. Een unieke CD met de beste nummers voor pa. Alleen bij Free Record Shop. You be you.
Goedenavond. In het komende kwartier belangrijkste sportnieuws van vandaag. En dat begint dus met Feyenoord. Bij winst in de uitwedstrijd tegen Groningen zou Feyenoord de nieuwe landskampioen betaald voetbal zijn.